Universiteit van Nederland. Wat was er eerder? Het kip of het ei? Een onoplosbare vraag, toch? Nou, wetenschappers hebben dat antwoord al lang al gevonden. Het ei natuurlijk. Hier in de werkplaats leg ik je uit waarom. De kip of ei-vraag is een filosofische vraag. Hij komt bij de oude Grieken vandaan. Die discussieerden over wat het eerste begin van iets kon zijn. Want als een kip uit een ei komt, wie heeft dan dat ei gelegd? En daar komt ook weer een kip uit en die legt ook weer een ei. Enzovoort, enzovoort. Maar wat ze duizenden jaren geleden nog niet wisten, is dat zowel de kip als het ei zijn geëvolueerd. Die zijn niet zomaar komen te ontstaan. Die zijn geëvolueerd uit iets anders dat er daarvoor was. Laten we eerst eens gaan kijken naar het ei. Eieren komen natuurlijk niet alleen bij kippen voor. Ook reptielen, zoals krokodillen en hagedissen, hebben eieren. Maar ook alle zoogdieren. Ja, zelfs wij mensen planten ons voort met eieren. Alleen hebben wij eieren zonder schaal en zitten ze in onze buik. In de wetenschap noemen we al die eieren amniote eieren. Het zijn eieren die beschermd worden door één of meerdere vliezen. Als een vrouw bevalt en je zegt de vliezen breken. What was that? My water broke. I'm having the baby. Dan heb je het precies daarover. En eigenlijk zijn dat diezelfde vliezen die je kunt zien als je de schaal van een kippenei afhaalt. Dit vliesje, dit beschermt dooier en eiwit. Maar dat amniote ei is een latere stap in de evolutie. En evolutie werkt volgens het concept the survival of the fittest. En daarmee bedoelen we degene die het beste om kan gaan met de veranderende omstandigheden, die overleeft. En die kan zich voortplanten. En dat amniote ei is daarin heel succesvol gebleken. De evolutie van het dierenleven op aarde begon zo'n 750 miljoen jaar geleden in het water. Daar ontstonden zeedieren zoals slakken, sponsen en kwallen. Ongeveer 500 miljoen jaar geleden ontstonden ook de eerste vissen. En die vissen, die legden hun eitjes in het water. Die eitjes hadden en hebben geen schaal, maar zitten in een soort vliesje. Als je wil weten hoe zulke eitjes eruit zien, kijk dan bijvoorbeeld naar kaviaar. Dat zijn visseneitjes. Uit bepaalde vissensoorten ontstonden zo'n 400 miljoen jaar geleden de groep dieren die we amfibieën noemen. Dieren die niet alleen in het water, maar ook op het land leefden. Uit die amfibieën kwamen alle dieren voort met vier ledematen. Armen en benen. Zulke dieren konden in theorie veel verder weg van het water leven. Maar die eitjes die ze hadden, moesten ze in het water leggen. Want op het land zouden ze uitdrogen. Bepaalde soorten ontwikkelden toen een ander soort vlies. Namelijk een membraan. Een soort barrière waar wel lucht doorheen kan, maar dat voorkomt dat een ei uitdroogt. Daardoor kan alles wat zich achter dat membraan bevindt zich veilig ontwikkelen. En de soorten die dat membraan hadden, konden overleven buiten het water. Uit fossiele vondsten weten we dat zulke amniote eieren in ieder geval 320 miljoen jaar geleden al voortkwamen. En vervolgens ging de ontwikkeling van dat ei twee kanten op. Je had één groep dieren waarbij de embryo's in de buik van de moeder blijven en uiteindelijk daar door dat vlies heen komen om levend geboren te worden. Zo doen de meeste zoogdieren dat. En er was een groep die het embryo eerder naar buiten bracht om daar verder te groeien, in dat ei. Die groep had niet genoeg aan alleen dat membraan en ontwikkelde een extra kalkschaal die als een soort bescherming rond het ei kwam. Welke dieren waren dat? De reptielen. Dieren zoals schildpadden, hagedissen, krokodillen en dinosauriërs. Bijvoorbeeld Allosaurus, waar ik hier een klauw van heb. Het oudste ei dat we als fossiel hebben teruggevonden was een dinosaurus-ei van 195 miljoen jaar oud. Dus in ieder geval vanaf 195 miljoen jaar geleden hebben we eieren met een schaal. Miljoenen jaren lang planten dinosauriërs zich op die manier voort. Totdat 66 miljoen jaar geleden een grote meteoriet insloeg op de aarde. De meeste dinosauriërs stierven in één klap uit. Op de vogels na. Ja, vogels zijn dinosauriërs. Waarom de vogels het hebben overleefd, is niet helemaal zeker. Maar ondertussen weten we wel dat toen de meteoriet insloeg, het lente was op het noordelijk halfrond. En dus herfst op het zuidelijk halfrond. Sommige vogels op het zuidelijk halfrond waren mogelijk al begonnen aan hun winterslaap en konden wellicht daardoor overleven.
Zij zaten beschut en beschermd. Uit die lijn van vliegende dino's die het overleefd hebben, zien we ongeveer 5 miljoen jaar geleden in Azië een vogel die ons al heel bekend moet voorkomen. Dit is de kamhoen, een soort junglekip. In India en Zuidoost-Azië begonnen mensen ongeveer 8000 jaar geleden de kamhoen te domesticeren. Voor de eieren en voor het vlees. Daardoor ontstond de kip. Een op de grond levende vliegende dino die dus ook eieren legt. Via de mens kwam de kip ongeveer 2000 jaar geleden aan in het Midden-Oosten. En daar vandaan kwam hij ook in Griekenland. Daar gingen filosofen zich vervolgens het hoofd breken over hoe dat nou kon. Een kip uit een ei, uit een kip, uit een ei, wisten zij veel. Jij weet nu in elk geval hoe het natuurwetenschappelijk zit. Het was het ei. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig. Psychopathie is niet alleen iets voor gewelddadige moordenaars. 1% van de mensen heeft sterke psychopathische kenmerken. Ik ben Inti, cognitief neuropsycholoog. En in de volgende aflevering vertel ik je alles over psychopathie.